Het staat niet met koeienletters in het huis-aan-huisblaadje en ook bij het bedrijf zelf is er niet veel van te merken. Maar toch is dit een bedrijf dat zijn langste tijd in Hazerswoude-Rijndijk heeft gehad. Dat gaat weg. Daar weet ik niks van. Het is rot voor die mensen die er werken. Nee, dat wist ik niet. Sinds wanneer? Sinds gisteravond bekendgemaakt, 200 man eruit. Het was schrikken. Het personeel van de fabriek is net zo verrast als omwonenden. Maar niemand van de werknemers laat zich voor camera uit over de ontslagen. Het nieuws slaat in als een bom, zegt iemand buiten beeld. Het was voor de directeur personeelszaken dan ook geen fijne boodschap om te vertellen. Het is een slecht verhaal als boodschap, omdat je natuurlijk niet van plan bent om zoiets te brengen als het niet hoeft. Maar helaas is het zo dat het al jaren erg slecht gaat met dit bedrijf. Het bedrijf maakt stickers en verpakkingsmaterialen en de concurrentie is groot. Avery Dennison voegt deze vestiging daarom samen volgend jaar met die in Duitsland. Want daar zou het goedkoper zijn. Door die twee fabrieken samen te voegen in Duitsland kunnen wij concurreren, in ieder geval beter concurreren dan dat we nu kunnen ten opzichte van een partij of andere concurrenten die maar met één hele grote faciliteit in Oost-Europa zitten, waardoor hun productiekosten veel lager zijn. Het zijn werkelijk hele prettige mensen en ze communiceren altijd uitstekend, dus ik ben helemaal verbaasd. Dat is een donderslag bij heldere hemel. De bijna 200 werknemers kunnen eventueel mee verhuizen naar Duitsland, maar op een paar na is de verwachting dat de meesten op zoek moeten naar een andere baan. De directie gaat daarover in gesprek met de vakbonden.